Zwaar te aardig gaan. Heel. Nou, ik kom echt net een woord nu. Zwaar te moe ben ik gewoon ervan. Oh. Nee, ik heb de beste tijdens in hun gedaan. Hebben jullie het gewonnen? Emil. Wij. Nou, we zijn dus zoals je ziet in Giethoorn, in ieder geval vlakbij, dus die schiet van zelf. Hoe heet het? Weerribben. De Weerribben. Dat is een route die we dus varen, die we zelf dus peddelen. En we zijn samen met die wil in de boot. En ja, we zijn nu al zo ongeveer 2 uurtjes bezig. We hebben een keer een tussenstop gehad. En ja, het duurt ongeveer? Die is van 2 uurtjes kun je doen. Maar dan ben je wel heel snel, maar wij gaan niet echt snel, we zijn lekker van het slomen. Het is een, gaan we lekker het riet in. Heel avontuurlijk ritje dit. Nou, dan gaat het dus niet goed, weer dingen tegelijk filmen en dit. Maar ja, het is wel, we hebben heel geluk met het weer trouwens, want het zou regenen. We stonden net een beetje tussen stappen aan de zijkant. En er stond een hele hoge piek met regen, toen in één keer veranderde het. 11 seconden na. En toen stond er in één keer niks meer, want hij trok net voorbij, zeg maar. Dan rijden we in een, ja, weet niet, klein slootje. En we rijden natuurlijk voor hem. Heel, nou, ik kom echt net een woord nu. Zo hard en moe ben ik gewoon ervan. Heel hard gegaan, ja. En zij zijn nu nog daar. Kijk daar, helemaal in de vlak. Take it easy. Daar gaan we heen, weer de route, de wildheid. Oh, wacht, we gaan niet alleen daarheen, we gaan ook met Rieten. De challenge doen, hierop. We hebben het allebei 1 keer gehad. Moet je zelfs nu ook wat drinken, jongens, hè? Ja, ik heb veel te weinig. Oeh. Shit. Nou, bijna. Oh, bijna. Oh! Ja! Jawel! Dat ben ik. Heel veel vrienden hebben. Lekker? Kun je zien aan de waarneming die hij maakt. Mama maakt lekker foto's. Gezellig. En deze ligt er ook alweer. Hallo. Hallo. Nou, we zijn dus weer naartoe gestapt. En we gingen net even tiddy-tubbies nadoen, want die is namelijk die mooie... Molens. Het rijdt niet meer. Oh. Waar zijn de Teletubbies gebleven? I believe I can fly. Dun dun dun. Dun dun dun. Tadaag. Trum. Dit was een hele mooie korte sketch van ons. Ja. Mooi. Mooi, hè? We gaan ons helemaal inleven hier. Het is altijd zo leuk, want kijk, nu is het niet heel goed. Maar als er altijd een... boot voorbij komt en je bent zelf een klein bootje, dan voel je al die kleine golfjes. En als ze groter zijn, dan ga je echt gewoon. Woop. We hebben net door gekregen dat we even plaspauze doen. De rest is nu. We zijn aan het zoeken, nog steeds. Daar. Ga even hier wachten. Moet jij naar de wc? Kan niet, maar moet jij plassen? Nee, oké, dan ben je even mooi hier. Hoe gaan ze eruit dan?
daar achter is het ding. We gaan eens even kijken, we gaan even een stukje terug, ja? Nee, blijf gewoon hier. Oh, oké. Doei. Always view your personal flotation device. Oké. Nee, weet niet. Wat zou dat betekenen? Flotation. Je moet altijd iets dragen. Je persoonlijke... Ja, ik weet niet. Apart. We waren achteruit aan het peddelen. En toen in één keer kwam het er iets wel erg dichtbij. En toen, ja, toen kon we niet meer afremmen. Zijn we hier weer. Ja, en nu gaan we een beetje verstoppen achter het riet. Voor hun. Spannende bedoeling dit. Even het riet op ver blazen hoor. Zo. Duw je wil achter het riet twee keer aan. De hele in aan. Wow! We hebben zo net de toeristische route genomen. De was door dat ding heen. Nou, nu zitten we hier een beetje soort van vast, want het gaat niet zo heel snel zo door die blaadjes heen. Maar we hebben het zelf voor gekozen. In ieder geval ik, want die muur had geen keus meer. Die moest gewoon... Oh, dat is een vlinder. Ik heb de camera staan. Dat was een vlinder, maar ik ben doos bang voor wespen en alles. Dus vandaar. Nou, we gaan proberen. We moesten even lachen. Want wij gaan gewoon heel erg rustig van lekker van naar voren. En gewoon niks, geen omwegen van links naar rechts. En dan keek ik even achter mij en dan zag ik mijn zus en mijn stiefzusje alle kanten op gaan. Van links naar rechts. Verder de struiken en zo. Dus kijk, we zijn in de achterbaan. Even kijken of ik kan filmen nu. Nou, daar achter ze maar weer. Kijk hoor. Ja, de achteraan. Kiel ziet ik ga niet meer links naar rechts, kijk maar. Ja. En nu gaan ze de andere kant weer af. Oh, echt waar. Oh, dat zit er zo normaal uit, hè. Van links naar rechts, zie je ook een keer dat ze oranje bootje voorbij gaan. Dan ben je gewoon... We hebben nu al een aantal trekken gezien. Iets van 4 of 6 of zo. Wel 10, zegt hij wel. Hij zijn elke keer aan de zijkant, kanaal wat no, van het water. En ik heb geen idee waar ze voor staan. Ze zien er niet echt uit alsof ze gebruikt worden. Ja, het is heel gek dat ze zomaar aan de kant staan. Dus misschien als jij het weet, laat het even weten in de reacties. En ja, dat ik echt wel doe. Zullen we die pakken? Ja. Oh, we moeten nog een heel stuk nog. Ik had het gevoel dat we er bijna zijn, dat hier ben je bewoond en zo. Maar we moeten daar tot helemaal achter in moeten we weer. En echt waar, in het begin wisten we het niet. Maar een stuk wat we dus varen is 12, 13 kilometer. Dus net zo ver als van mijn huis naar Hoogeveen. Daar moet ik ongeveer 50 minuten over fietsen. En dan dit met een boot, waar je 50 km per uur mee gaat. Dat vind ik best wel wat, hè, 12 kilometer. Is ook echt veel. Echt veel. Hier even een meter. Wat? Piep, 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 hoor je dan. Maar ja. Ja. We gaan ervoor. Hey. Heeft u wel snel leren? Oh, dan mag je reclame. Piep, piep. Hoe is het nou? Echt waar. Het gaat heel zeer goed. Oh, wij denken nu echt heel dubbel, hè? Want zij gaan echt gewoon links naar rechts, elke keer de bosjes in. Ze kunnen gewoon niet normaal recht vooruit gaan. Ja, wij zeiden het altijd, hè? Vrouwen kunnen niet rijden. En we zien ook niet varen, hè? Nee, het is gewoon echt, hè? Het gebeurt gewoon steeds weer. En zitten ze daar weer. En vooral nu gaan ze weer naar links. En zo gaat het de hele tijd door. Ik kan dan even filmen, maar ja, dan blijf ik doorgaan tot het eind van de rit. Want zo gaat het de hele tijd door. Nou, wij zijn er bijna, of in ieder geval bijna. We hebben nog zo'n lange weg, water te gaan. En ik denk dat ze ongeveer 20 minuten, een kwartiertje op moeten zijn. Hoop ik. We keken net op het bordje en er stond op: als je naar links gaat, dan ga je gewoon verder naar. Hoe zeg je dat? Naar de route. En een paaltje. Dus zeker zo tegen Henk en mijn moeder. Maar wij moeten dus naar startpunt E. En die is wel daar. Anders zouden we nog een keer de hele ronde overnieuw doen. Het is wel goed dat we dat hebben gezegd. Ja. Ja, maar ik zag uiteindelijk maar ik zag startpunt E staan. Ja, dat zag Elise. Elise lens erin. Ja, dat moet jij van.
Nou, tot zo. Yo. Hoi. Donders. Alle wachten, hé. Dat een dikke golf, dat nog eens in zo. Jee, dat is allemaal de mooiste. Hè? Het allerleukste van de dag, bro. Ik en ik hebben een wedstrijd tegen hun gedaan. Hebben jullie er gewonnen? Ik wil. Wij. Oh, echt mooi, of niet? God, ik ben echt dood hoor. Ik ben blij dat ik hier aan de kant ben. Dat kan staan. Echt, echt dood hoor. Heb je het niet? Gaan trillen gewoon. Oh, ja. We zijn er gelukkig. We zijn weer terug bij huis. Het was vandaag leuk, maar het was wel een intensieve dag wel. Want iedereen vond het best wel zwaar om half tijd. Maar we hebben het toch wel leuk gehad en goed weer gehad, geen regen of zo. En ook niet als geworden hebben opgevallen of zo, wat ik wel eens verwacht te beginnen. Maar ik bedank jullie vooral voor het geven deze vlog. En superleuk, laat natuurlijk een blauw duimpje achter. En laat het iets achter in de reacties als je iets kwijt wil of zo. Wat je van deze video vond. En ook je gauw te zien bij de volgende video. Zeg ik, yo. Doeg!